Waarom moet dit krediet van 45 miljoen nu opeens hals over kop worden verstrekt? Waarom kan dit niet via de commissie in de volgende raadsvergadering? Staat ons misschien iets te wachten, college, dat wij niet weten nu? Komt er morgen of maandag nieuws? Vertel het ons. Totdat het college pas gisteren, nadat de raad al was begonnen, nog een voordracht moest aanleveren, is echt absurd. En om twee redenen. Ten eerste had al weken bekend moeten zijn, en was het volgens mij ook al weken bekend, dat er een nieuwe liquiditeitsinjectie nodig zou zijn, of dat dat verzoek zou komen. Dus dat had echt al eerder voorbereid kunnen zijn, zodat wij het ordentelijk hadden kunnen bespreken. U heeft niet alleen gevraagd om 35. U bent met die 35 bent u gesprekken aangegaan met HAVC. Dat is niet gelukt en er lag een spoedvoordracht, want er moest zo snel mogelijk een 45 miljoen euro extra komen. En dat snap ik niet. Kan de wethouder aangeven waarom de raadsvergadering van 6 november 2019 te laat is? We moeten voorkomen dat het AIB een soort Griekenland in Westpoort gaat worden, waar we doelloos kredieten gaan verstrekken en continu geld erin gaan pompen. Daarom zou ik graag uiteengezet willen zien hoe het college op dit bedrag is gekomen. Is de liquiditeitsbehoefte zo groot omdat er heel veel rekeningen liggen die betaald moeten worden? Of is er een schuldeiser die anders het faillissement gaat aanvragen? Voorzitter, het zijn maar een paar aannames, maar ik weet het niet. En het vervelende is, omdat ik het niet weet, moet ik gaan speculeren.